Yo gasten, Gamebo's hier, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Jullie zien misschien al iets nieuws en dat is namelijk de achtergrond. Ik heb namelijk nu best wel een grote Bows Army poster. Super vet, binnenkort komen hier onder en daarboven ook allemaal tekeningen te hangen. Ik heb nog even spul nodig om het zeg maar vast te plakken. Ik heb de tekeningen al klaar liggen, dus die komen er binnenkort op. Maar ik vind de Bowser Army poster toch wel super vet. Kijk, aan deze kant is zeg maar mijn FIFA kanaal. En aan die kant is mijn game kanaal met Clash Royale, Clash of Clans, zeg maar dat gedeelte. Ik vind hem echt super vet. Ik heb hem ook zelf ontworpen en heb hem toen laten drukken. Maar als jullie zin hebben in deze Clash Royale video, smash allemaal even dat duimpje omhoog. Abonneer ook zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Ik upload namelijk elke dag. En vandaag doen we weer een keertje een Clash Royale challenge. De challenge is van David. Hij had als challenge dat ik geen troepen mag gebruiken. Gewoon geen troepen meer in Clash Royale. Ja, dat lijkt me heel lastig. Maar we gaan het alsnog proberen om gewoon te winnen met die challenge. Dat betekent dat je dus gewoon alleen maar zeppen mag gebruiken. Kanonnen. Raket. Dat is natuurlijk ook geen troep. Gewoon allemaal dat soort kaarten. Maar ja, dat gaat natuurlijk gigantisch lastig worden. Maar ik ga even nu snel een deck in elkaar zetten. En als ik het in elkaar heb gezet, dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, ik heb nu even snel een deck in elkaar gezet. En hoe ik het ga proberen te doen is met een X-boog. Want een X-boog, daar kan je natuurlijk best wel veel damage mee doen. En dan ga ik de X-boog zeg maar gewoon proberen te verdedigen. Met de stap, met pijlen, met zap, met tornado, raket. Weet je, het verdedigen moet waarschijnlijk wel lukken. Ik heb nu uiteindelijk alleen gekozen voor een Inferno-toren. Weet je wat, ik doe een kanon ook wel. Die doe ik wel voor pijlen. Want ik heb dus, oh nee, ik wil pijlen wel. Dan doe ik die in plaats voor de zap. Weet je, daar heb ik er wel twee gebouwd. Dat is wel net zo handig. En met de X-boog kan ik damage doen en met de raket natuurlijk ook. Maar met dit deck ga ik het in ieder geval proberen. En als het mij lukt om te winnen, dan vind ik mijzelf ook wel een legend. Want gewoon geen troepen gebruiken, dat is gewoon gigantisch lastig. Ik doe gewoon even een klassieke uitdaging en ga ik op zoek naar een tegenstander. Oh, als ik nu win, dan word ik echt helemaal gek. Dat zou zo awesome zijn. Zou ik dan meteen die X-boog maar neerzetten? Ja, dan ga ik dat wel doen. Ik moet trouwens tegen iemand die een level lager is. Dus dat is op zich wel een voordeel. Zet ik daar die X-boog neer. Wat kan ik verder nog doen? Pijlen. Ja, nice. Dan zijn al die skeletten weg. En dan nice. Dan is hij nu al volop op die toren bezig. Dus dit begint al lekker. Ik zal hier even een kanon neerzetten. Doe ik hier even een tornado. Dan kunnen ze hem eigenlijk nauwelijks verdedigen. En die stam, die kan ik nu niet meer. Ja, hij heeft niet echt veel nut. Holy shit, ik heb nu al ziek veel damage kunnen doen. Die heks is nu ook dood. Hij heeft gewoon niks qua damage kunnen doen bij mij. En hij heeft nog maar 1000 HP opzij. Holy shit. Natuurlijk is hij ook 1 level lager, maar dan alsnog. Is dit best wel goed gespeeld. Ook wel slecht gespeeld van hem. Maar dat maakt nu even niet uit. Weet je wat? Ik ga gewoon voor de 3 kronen. Dat zou heel nice zijn. Ik pomp daar even een raket neer. Oh, die komt dan precies met die babydraak. Ja, dan is die babydraak ook dood. Oké, nice. Dat was echt gewoon dikke luck. Want ik zet hem gewoon neer. Ik wou gewoon wat damage doen, zeg maar. Wat zou ik nu doen? Ik zet hier wel even een stam neer. Ja, dan heeft hij al die skeletten ook meteen dood. En die goblins, oké. Hij is niet echt heel goed bezig qua aanvallen. En voor mij is het best wel makkelijk. Nou, als die X-boog nu op zijn toren gaat. Ja, dat gaat hij. Dan is hij nu kapot. Die goblin ton laat ik wel even wat voor wat het is. Want dat is niet eens meer nodig. Want zijn toren is nu kapot. En dan had mijn X-boog verder toch geen nut meer. Wat zou ik nu verder doen? Ik kan niet zo heel veel. Ik zet hier wel even een kanon neer in het midden. Dan kan ik in ieder geval op die manier een beetje verdedigen. Ik kan nu nog steeds niks. Oh, nou kijk, nu kan ik wat doen. Ik zet hier wel even een vuurbal neer. Dan kan hij daar in ieder geval geen damage mee doen. Oké, dit is wel echt gewoon te makkelijk bijna. Dan pomp ik weer even een raket op zijn linkertoren. Ja, dat ga ik nu doen. Nou, heel even wachten. Ja, dat doe ik nu. En dan zet ik hier nu een stam neer. Want veel meer kan ik daar toch niet. En dan verdedig ik daar op die manier ook weer makkelijk. En dan zometeen zet ik weer een X-boog neer. En hopelijk krijgen we dan zijn linkertoren ook kapot. Dat zou ook mooi zijn. Hij zet daar in het midden een goblin ton neer. Oké, dat was echt ziek dom. Nou ja, die goblins laat ik wel even voor wat het is. Nou, toch niet. Ik zet hier even tornado neer. En wat zal ik verder nog doen? Ah, die X-boog die doet de rest van het werk. Dus dat hoeft ook niet meer per se.
Oh, hier even pijlen. Nou, die zijn net te laat. Dan kan je wel wat HP afhalen van de X-boog. Maar ik doe even een raket erbij. Hier even een stam, want ik wil gewoon dat hij zo min mogelijk damage kan doen. En zijn toren is nu bijna kapot. Net niet. Nou ja, doe ik hier even een vuurbal en dan is die kapot. En dan heb ik gewoon zo makkelijk gewonnen. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dat ik gewoon met alleen maar, zeg maar, gebouwen en spreuken en shit en bommen, dat ik daarmee gewoon zo makkelijk weet te winnen. Ja, zou ik hem één toren laten neer? Nou, nee, ik ga wel even verdedigen. Ik gun hem niet die laatste toren. En dan heb ik gewoon easy gewonnen. Als het nog even door was gegaan, dan had ik sowieso wel 3 kronen kunnen halen. Maar 2 kronen, dat is ook al boven mijn verwachting. Ik ging sowieso niet vanuit dat ik dit zou winnen. Dit is wel echt niet nice. Maar dan gaan we gewoon nog een potje doen. Want weet je, dit beloofde best wel veel goeds. Dus wie weet, gaat het gewoon nog een keer zo goed. We gaan het in ieder geval gewoon proberen. Ah shit, ik heb nu helaas geen X-boog. Dan wacht ik wel even wat hij gaat doen. Dan, ja, ik moet dan gewoon even counteren. Want dit is wel gewoon iemand van level 9. Dus ik kan nu niet het risico lopen. Nou ja, zet iets neer. Oké, hij zet daar iets neer. Zet hier wel even een kanon neer. Wat zal ik hier doen? Ik hier tornado. En dan zet ik hier een vuurbal. Boom! En dan zijn de meeste troepen daar wel dood. Dan kan hij in ieder geval geen damage doen. Dus dat is wel chill. En dan heb ik nu wel mijn X-boog. Dus dan zometeen zet ik mijn X-boog neer. Hangt vanaf of hij nu gaat aanvallen. Dan ga ik eerst even verdedigen. Oh, hier, dit is makkelijk verdedigen. Zo'n prinses die kan je natuurlijk met een stam neerhalen. Doe ik ook weer een beetje damage. Maar ja, hij heeft met die prinses natuurlijk ook een hit kunnen doen. Maar dan wordt het nu tijd voor mij om mijn X-boog eens gaan inzetten. Ik wacht even tot ik vol elixir heb. Ja, oké, okay, nice. Waarom zit hij daar een vuurbal neer? Dat is alleen maar mooi voor mij. Ik heb nu pijlen, die hou ik gereed. Mocht hij iets neerzetten. Oh shit, dit is wel een beetje balen. Nou ja, daar kan ik niet zo heel veel mee nu. Dan heeft mijn X-boog in ieder geval wel wat damage kunnen doen, maar niet extreem veel. Maar dan, ja, dan laat ik nu die Inferno-toren, die helpt de rest wel neer. Ik doe hier even pijlen, zodat hij verder geen damage kan doen. Nee, dan heb ik de meeste damage al kunnen voorkomen. En dan sta ik toch nog wel weer een beetje voor. Dus dat is wel mooi. Hier zet ik even een kanon. Oh shit, die kanon is nu net... Oh nee, net binnen bereik. Oh, ik was even bang dat die net buiten bereik was. Dat zou echt fucked up zijn geweest. Ja, het is nu even wachten. Ik kan mijn X-boog, die heb ik momenteel niet. Ik denk dat ik gewoon even een raket op zijn toren ga doen. Want op die manier haal je wel ziek veel HP eraf. Ja, ik pomp wel een raket. Hij duurt de vuurbal op mijn toren. Ja, prima. Ik doe met mijn raket veel meer damage op jouw toren. Dus dan sta ik in principe nog steeds voor. Dan ga ik denk ik hierna weer een X-boog neerzetten. Het is trouwens wel eigenlijk een beetje saai. Nou, echt saai op deze manier is het ook niet. Maar het is gewoon een beetje rustig aanvallen en dan weer afwachten. En op deze manier is het niet echt een spectaculair potje. Maar ik win het tot nu toe wel de hele tijd. En dit ging ook makkelijk. Weet je, het verdedigen gaat zo makkelijk op deze manier. Oh shit, dit is wel een beetje balen. Ik zet hier even pijlen neer. Dan kan ik eigenlijk helemaal geen damage doen met mijn X-boog. Hier even Inferno toren om die Inferno draak te verdedigen. En wat ga ik nu verder doen? Hij doet daar een vuurbal. Nou, dat was niet echt slim van hem. Ja, dit is op zich wel prima. Die linker toren die kan toch nog wel wat damage hebben. Dus die laat ik even. Pomp ik daar weer een raket. Heb ik weer wat damage kunnen doen. Hij gaat daar aanvallen. Nou, dan verdedig ik dat even. Hier nog even een vuurbal. Boom. En dan heeft hij daar bijna geen damage kunnen doen. Dus dat is chill. En dan ga ik zo meteen mijn X-boog weer neerzetten. En, oh nee, dan verdedig ik eerst even die Inferno draak. Oh, dat is trouwens wel chill. Dat hij nu die Inferno draken neerzet. Want daardoor kan ik nu zo meteen mijn X-boog beter neerzetten. En dan zet hij daar weer een vuurbal neer, wat niet slim is. Maar dan kan ik nu mijn X-boog neerzetten. En dan is dit moeilijker verdedigen voor hem. Ja, oké, okay, nice. Die X-boog is op zijn toren. Kan ik hier nog even een stam neerzetten. Maar dan is het nu al voorbij voor hem. Want ik kan een raket neerzetten. En dan is het over. Maar die raket was niet eens nodig. Ik win gewoon 2 keer op rij met een deck. Met alleen maar gebouwen, bommen en spreuken. Dit is niet normaal. Heb ik trouwens wel spreuken in de deck? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb een tornado. Dat is een spreuk. En verder zijn het, ja, telt pijlen. Ja, pijlen zijn officieel ook spreuken. Maar dat zie ik toch niet echt als een echte spreuk. Een spreuk vind ik meer gif of genezen. Dat zie ik meer als spreuken. Maar blijkbaar heb ik nu dus eigenlijk al alleen een deck met spreuken. En een raket is ook een spreuk. Dus spreuken en gebouwen. En daarmee win ik gewoon 2 keer op rij. Dit is wel echt ziek overpowered.
Maar dan laat ik het hier ook bij voor deze challenge. Weet je, ik heb gewoon aan jullie bewezen dat ik gewoon kan winnen met zo'n deck. Ik had het echt niet verwacht van tevoren. Maar ik vind het toch erg leuk dat het me is gelukt. En als jullie ook leuke challenges hebben voor eventuele volgende keer, laat ze dan even allemaal weten beneden achter in de reacties. En wie weet pik ik jouw reactie de volgende keer eruit. En dan kan ik die challenge proberen te halen. Maar dan was dit het. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!